Ja, waarom zit u hier? Waarom ik zit, ze zeggen, ik zit hier voor moord, maar ik heb niet gemoord. Ze zeggen, ik heb iemand geschiet en daarvoor zit ik 13 jaar dat ik die man heb geschiet. Zeg Maar maar. wie heeft die pistool geschoten? Zwa, laat me even zeggen hoe die ding is gegaan. Zwa, zwa, ik zat in de auto. En ik reed zo met die auto. Ik zag die man no, die ze zeggen, ik heb hem doodgeschiet. En op een gegeven moment, ah, wel zie, je weet zelf. Die man ging schreeuwen, ik stapte van die auto af. En ik dacht, hij gaat schieten. Ik pak gelijk mijn pistool, ik schiet op hem. Op zijn hoofd gelijk, bam. Ja, maar dan wil je hem toch doodmaken? Maar ik heb hem niet doodgemaakt, want pas na 3 dagen is hij doodgegaan. Dus ik ben dat niet, dat is die kogel. Die kogel heeft hem doodgemaakt, maar ik niet. Hoe kwam die kogel daar? Luister, het komt door die gaatje van die pistool. Snap je? Ik ging aan die ding trekken, je weet die klik klik. Ik ging trekken, bam! Maar die meneer had geen pistool. Ik weet niet, maar ik was niet bang, maar je moet, hoe zeg ik dit ding nou? Actie, reactie, zelfverdediging. Hij ging zo, ik stapte uit de auto en ging naar hem toe. Ik schiet gelijk, bam! Maar na 3 dagen was hij dood, dus ik heb hem niet doodgemaakt, is die kogel. Ja, maar je kan toch terugschrijven als hij schreeuwt, nou of niet? Bro, hij schiet ik ga je één ding zeggen, actie, reactie. Ja, bro. Maar hij schreeuwt. Ga je nou bro, kon je grita grita, toen dat de grita. Toen dat de grita, zwa. Hij heeft geen pistool. Hoe weet je dat? Hij schreeuwt. Ga je nou zwa, hé. Zwa, laat die interview. Ik ben klaar met die interview. Wat voor kon je is dat? Ik geef je die verhaal, hoe die ding is gegaan. En jij zegt, ik heb hem doodgezien. Nee, die man is na 3 dagen doodgegaan. Maar als je geen pistool... Die reclassering even... Als je geen pistool bij je had, kon je niet schieten. Dan zou je terugschreeuwen. Zwaar, dan had ik wat anders gedaan, zodat hij niet meer mij lastig viel. Ja, maar als hij schreeuwt en je bent in je auto en hij staat daar te schreeuwen. Zwaar, ik zeg die ding nog één keer. Hij die tegen ding. Hoe? Hij nog zwaar, toen hij het Greta, wij zijn anti-gaan, wij schreeuwen. Je hebt manieren van schreeuwen. Je hebt prettig geschreeuw. En kwaad geschreeuw, en ruzie geschreeuw, toerende geschreeuw, toerende grita. Je hebt ze in, hoe die ding no. Die, help me zwaar, die ding in Nederland. Nee zwaar. Je hebt manieren, verschillende manieren. Zo zeggen ze in Nederlands, manieren van schreeuwen. Mag ik het? Ai no zwaar, laat die ding. Maar ik begrijp niet, die man schreeuwt en jij schiet. Zwa, doe die ding uit. Je zegt jullie schreeuwen in Athene. Als hij schreeuwt, dan schreeuwen we. Zwa, doe die ding uit.